In een ander leven? In een ander leven, ja. Echt? In Helemaal Para interview ik bekende Nederlanders over hun leven en vooral ook waar ze naartoe willen. Met een beetje hulp. Onze paragnost Liesbeth weet van tevoren niet wie er te gast is. Ze kijkt vanuit een andere ruimte mee. Zo leren wij de BN'ers en zij zichzelf op een heel ander level kennen. Kortom, het wordt helemaal para. Vandaag in Helemaal Para, Yara Michels. Over familie, vrienden, liefde, seks en haar carrière. Hallo, hallo. 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 Ga lekker zitten. Ik ben wel een beetje lichtelijk zenuwachtig. Heb je wel eens iets paranormaals meegemaakt? Nou, ik ben een jaar geleden of zo voor het eerst naar een reading gegaan. Ik was ook wel een beetje sceptisch of zo. Ik ging ergens naartoe in een of ander dorp. Superleuk straatje, maar gewoon allemaal heel knullig en klein. En toen zat ik op een zolderkamertje met een man van een jaar of 65. En die zei allerlei dingen over mijn familie en weet ik veel wat. Maar ik dacht bij alles van ja, volgens mij zie jij gewoon aan mijn gezicht of het klopt of niet. Ja, dus precies. Ik weet niet. Ik heb nog nooit iets meegemaakt waarvan ik denk, oh ja, nu geloof ik echt dat er meer is. Maar vandaag kijkt er ook iemand mee, dat weet ja. je toch? Ja, ja, ja. En heb je vragen voor Liesbeth? Ja, ik ben ook wel gewoon benieuwd wat Liesbeth zelf ziet of voelt of binnenkrijgt of however. Ik ben zelf net 30 geworden en sta echt op zo'n punt van oké, ik heb tot nu toe heel hard gewerkt. Wat ga ik nu doen, weet je wel? Ga ik nog harder werken of juist minder? Ga ik kinderen nemen? Ga ik trouwen of niet? Al die dingen. Ga ik dat allemaal met Jordi doen of niet? Ik hoop het wel, Liesbeth. Give me some good love. Oh, meisje. Het zou heel goed zijn als je een beetje jezelf een beetje bevrijdt. Wat is zij gespannen? Oh. Waar kom jij zelf vandaan? Uit wat voor gezin kom je? Wel een heel warm, liefdevol gezin. Heel kritisch meisje. Heel geregisseerd is ze. Wat voor opvoeding heb je gehad? Ik heb een tweelingbroer, Milan, dus ik zeg altijd we. Want dat is gewoon in mijn hoofd waar we altijd met z'n tweeën. Ja. Ja, precies. En ze waren toen we kleiner waren wel wat strenger. Ze waren altijd best wel op school gericht en ze waren zelf heel hard aan het werk. Dus er was best wel veel focus in het huis. En ik denk, aan de ene kant wilde ik soms gewoon MSN en Dr. Phil kijken. En dan was dat niet helemaal hoe dat bij ons thuis ging. Ja. Aan de andere kant heeft het me ook wel echt een soort van work ethic gegeven. Waar ik nu heel blij mee ben. Zal ze ooit wel eens schelden? Wil je wel eens willen schelden? Wat ik me heel erg herinner van de tijd dat ik met mijn ouders was, van de opvoeding, is dat we heel veel samen deden en dat wij niet zozeer als de kinderen behandeld werden, maar ook echt dingen mochten meebepalen. Dus ze waren echt een soort mini-volwassenen. En dat heb ik altijd wel heel erg gewaardeerd. Democratie thuis. Ja, zoiets wel. Nou, ook familievergadering noemden we dat. En dan mochten we uit champagneglazen limonade drinken. En dan bespraken we bijvoorbeeld waar zou iedereen dit jaar naar op vakantie willen. En wat we ook altijd deden als we op vakantie waren, hadden we ook één keer familievergadering. En dan mocht iedereen zeggen wat hij na de vakantie wel wilde en niet meer wilde. En dat was dan in ons gezin. Ja. Ja, en dat was eigenlijk een soort eilandraad. Maar dan ja. Ja. Maar je bent 3 jaar samen nu met Jordi? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, hoe gaat dat? Ja, goed eigenlijk wel. Het gaat best wel snel. Ik vind 3 jaar best lang. Het gaat gewoon best wel vanzelf of zo. Geloof je in de ware? Is Jordi de Nee, ik geloof daar niet zo in. Maar je bent wel klemmerig. Bezitterig. Ik denk echt dat het heel erg is gewoon timing en opeens klopt het of zo, maar ik geloof niet dat je dat maar met één iemand hebt. Ik denk alleen al binnen onze kennissenkring zitten er al wel mensen tussen waar we relaties mee kunnen hebben. Dat is iets waar jullie blijkbaar openlijk over kunnen praten. Nou, dat niet hoor. Ik ben best wel claimerig in een relatie. Dus dat niet, maar ik geloof gewoon, je moet een supergoede chemistry met iemand hebben en elkaar even leuk vinden en elkaar blij willen maken. Maar ik geloof niet dat je dat maar met één iemand hebt, zeg maar. Klemerig als in jaloers? Ja, ik kan wel jaloers zijn. Ja, dat is echt geen goede eigenschap. Ik vind het ook heel gênant. Oh, maar je bent er wel eerlijk en open over. Nou, ik weet niet precies wat het is. Ik ben bijvoorbeeld, voordat ik met Jordi verkering kreeg, ben ik 5 jaar single geweest. Dus ik heb echt best wel lang gezocht naar iemand waar ik me zo fijn bij voelde. En ergens ben ik dan ook gewoon bang om dat kwijt te raken of zo. En Jordi is iemand die er goed uitziet. Krijgt veel aandacht van meisjes en hij is heel sociaal. Hij praat met iedereen. Iedereen krijgt dezelfde behandeling. Alleen soms zie ik gewoon gebeuren dat
meisjes dat opvatten als flirten bijvoorbeeld. Omdat hij heel erg je aankijkt of je even vastpakt of zo. Ja, en als dat dan te veel wordt, vind ik het super irritant. Waarom wonen jullie niet samen? Nou, ik vind wel mijn personal space heel fijn. Ik heb wel, in mijn hoofd is het best druk, dus ik vind, en in mijn werk ook. Dus ik vind het wel lekker dat ik dan ergens thuis kom. En dan is alles hoe ik het achtergelaten heb, of het nou een teringbende is of opgeruimd. Maar dat dat gewoon een beetje van mij is. En dat ik heel even uit kan staan en dan naar hem toe kan gaan bijvoorbeeld. Dus dat vind ik wel fijn. En ik wilde het ook niet te snel doen. Want ik heb wel het idee, als je op deze leeftijd een commitment aan iemand maakt, dan is het best serieus vaak. Dus ik dacht, ik neem gewoon de tijd om iemand te leren kennen. En ik zit hier wel lekker voor nu. Dus maar dat zit ook wel in de toekomstplannen. Zie je Jordi wel als de vader van je kinderen? Ja, zeker wel, ja. Dat was een snelle ja. Ja, ik ben er helemaal bij. Als dit hem is, zeg maar, ben ik super blij. Maar je weet nooit hoe dingen gaan. Dus ik ben wel benieuwd wat Lisbeth daarover zegt. Staat genoteerd. Check. En je bent net 30 geworden. Ja. Hoe is dat met die kindervraag? Krijg je die de hele dag door? De hele dag vragen mensen. Vind je dat brutaal? Ben je al aan het werpen? Ik denk echt, ik vind het echt een hele rare vraag. Ja, ik vind dat best wel, het is zo persoonlijk. En ik heb zelfs ook dat ik bijvoorbeeld wel eens een foto op Instagram plaats. En dan ben ik bijvoorbeeld in Parijs, heb ik lekker croissant zitten eten en dat soort dingen. En dan heb je gewoon, weet je wel, dat je buik een beetje opzet. Food belly. Carbs, alles. Ja. Dat ik dan DM's krijg of ik zwanger ben. En dan denk ik, oké, ten eerste, nu voel ik me helemaal kut. Terwijl ik me echt helemaal een fliek voelde in deze outfit. Ten tweede, je weet helemaal niet wat mijn verhaal is. Misschien ben ik dat al een jaar aan het proberen of zo. Dus ik vind dat echt best een gekke vraag om aan een vrouw te stellen. Volgens mij had je op je 24ste een burn-out. Ja, klopt. Wat heeft dat met jou gedaan? Dat was best wel impactvol. En nu heb ik het idee dat ik er veel meer over hoor en lees. Ik had toen het idee dat ik de enige was die dat had. Eigenlijk heb ik dat pas vrij recent soort van die naam durven geven. Oh ja? Ik vond het zo'n beladen, zware, negatieve term. Ja, het is ook best wel logisch. Je begint met werken in een tijd waarin iedereen bijna zzp'er is. Dus het is ook moeilijk om te weten waar je grenzen liggen als je zo jong bent en maar gewoon gaat. En heb je hulp gezocht? Ja, ik ben bij een revalidatiecentrum terechtgekomen. En daar hielpen ze eigenlijk op twee manieren. Zowel fysiek, want ik had heel veel pijn overal. Ik had gewoon echt stressblokkades als het ware. Mijn hele nek en rug deed pijn. Ik had heel veel uitvalverschijnselen in mijn arm. Totdat het niet meer wegging. En toen dacht ik wel van, oh ja, shit, ik ben hier echt te jong voor. Dit is echt niet oké. Controle freak. Heb je er ook wel eens over nagedacht of er dan werkgebied iets zal veranderen als je kinderen hebt? Op een gegeven moment komt er dan hopelijk een kind. En dan mag ik misschien ook wel van mezelf heel even wat minder hard gas erop om dat ook even bewust mee te krijgen. Wat vind je het moeilijkste aan deze baan? Het time managen vind ik soms wel lastig. En het moeilijke aan het werk is denk ik gewoon dat er zoveel moet gebeuren en dat je alles zelf ook nog wil zien. En dat loslaten vind ik heel moeilijk. Dus toch control dat freak. Controle dingetje, ja. Zie je jezelf nog lang bij Linda, meiden? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik vind het moeilijk te zeggen. Het is ook natuurlijk een blad waarvan ik vind dat iemand aan het roer moet staan die echt midden in die generatie staat. En ik word natuurlijk wel wat ouder. Ik weet helemaal niet hoe het is als ik bijvoorbeeld kinderen heb op een gegeven moment. Tot nu toe zijn eigenlijk alle belangrijke momenten in mijn carrière soort van ongepland gegaan. Dus ik ga daar niet te veel over nadenken nog. Nou, we kunnen nog uren doorkletsen, uiteraard. Maar ik denk dat het tijd is om Lisbeth erbij te halen. Oh my god. Hi. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Welkom, ga lekker zitten. Hallo. Echt een beetje koninklijk, vind je niet? Nou, ik vind deze look wel. Nee, het is echt om mijn dikte te maskeren. Ik heb het gevoel dat ik jou eerder heb ontmoet dan dat ik jou op camera heb gezien. Echt? In een ander leven? In een ander leven. Jeetje, we gaan al gelijk uit. Nee, echt waar. Maar laten we beginnen met familie en vrienden en Yara's opvoeding. Ja. Had je daar wat bij? Heel lieve ouders. Heel lief, misschien te lief. Pratend, allemaal met elkaar. Het zijn hele harmonische gezinnen, vaak. Het zijn wel emotionele mensen ook, ja. 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 Ik vind jou, jij bent de communicatie in zijn hoofd zit, heel gefocust.
zou je wel willen laten voelen. Ja. Dat zou ik zo het graag willen. Een stukje ontspanning is inderdaad echt een traject voor mij. Ja, dat vind ik zo belangrijk. Je bent zo op je hoede. Ja. Zeg, dat herken ik wel. Waar komt het gevaar vandaan? Ja. En dat zou ik zo graag voor je willen. Dat je, omdat je burn-out gevoelig bent, denk je om... Ja. Dat herken ik wel, ja. Ik heb juist zoiets dat ik denk, nu werk ik heel hard en op een gegeven moment gun ik mezelf dat ik het even wat rustiger mag. Goed. Jouw perfectionisme mag wel een beetje minder. Ja. Want je doet het toch wel goed. Dat is dus wel een goede, denk ik, ja. Nee, ik geloof wel in wat jij zal willen, dat bereik je ook. Die krijgt ook kinderen. Ah, leuk. Daar was ik heel benieuwd naar. En dan zou ik echt even 2 of 3 maanden ervoor gewoon even niets meer doen. Dus dan is een wereldreis met je lieve vriend. Ja. Dat je dit is dus wel heel grappig dat je dit zegt. Want ik zie dat dus ook heel erg voor me. Dat we dan een tijdje naar het buitenland gaan. En gewoon samen zijn. En even gewoon relaxed. En dan dat daar ruimte voor is. Ja, jij had volgens mij wat vragen voor Lisbeth. Lisbeth, heb jij het gevoel dat Jordi voor mij de waar is? Van wat je meekrijgt? Nou, hij mag wel in zijn handen klappen. Ah. Want je bent wel heel betrouwbaar. En heel trouw. Jij stimuleert hem ook enorm. Vind dat je, jij bent een goeie voor een man. Want hij is ook wel een beetje wat ik... heb jij een foto van? Mag ik die zien? Oh, wauw, wat bijzonder. Had ik nooit bij jou verwacht. Wat een bijzondere man is hij dit. Hij stimuleert bij mij die losheid. Hele creatieve, zeg maar. Gekke vent. Ja. Dit soort mannen zijn er weinig. Hele gevende man. Kan ik zo ook even mijn vriend laten zien? Ja. Grapje. Dit is een beetje een alternatieverling, maar wel intelligente jongen. Lisbeth, is het een blijvertje? Oh, schrok. Is het een blijvertje? Man gaat nooit naar weg. Ah, ja. Nee, maar ik hoop dat zij bij hem blijft. Ja? Dit is geen ladykiller. Nee. Die is geen womanizer. Klopt. Daarom gaan die discussies ook nergens over. Want hij wil die dingen helemaal niet. Ze zijn ook meer kappen met het gezeur. Ja. Maar jij bent de geldmaker, hij niet. Ja. Als iemand rijk wordt, dan ben jij het. Hij niet. Precies, dat denk ik ook. Dat is niet iets wat jij vervelend vindt, toch? Nee, het is ook niet waarom ik werk of zo. Het gebeurt gewoon omdat ik hard werk en iets kan leuks. Kan je lesgeven daarin? Hoe dat moet. Ik heb er ook geen verklaring voor, maar het is gewoon zo gegroeid of zo. Had je nog meer vragen, Jara? Ik was benieuwd hoe Lisbeth de toekomst van Linda Meijden ziet. Ja, leuk. En ook of er nog specifieke soort van, moet ik meer aan mijn familie of mijn vrienden of mijn relatie denken? Qua werk, bij jou. Kijk, jij zit gewoon op de plek waar je moet zijn. Je houdt van onderdanen. Dan moet ook naar jou geluisterd worden. Mag je met dat wezen. Echt, maar bij Linda Meijden, daar komt een onderdeel wel van op beeld. Alsof er een soort zendtijd komt voor Linda Meijden. Echt expliciet Linda Meijden. Daar krijg jij mee te maken. Dat wordt ook jouw eigen onderdeel. Hmm. Alsof jij iets aan het ontwikkelen bent. Een soort eigen community. Ja, dat is wel wat ik wel zou willen voor deze meiden. Wat nog meer? Is er nog iets wat je wil vragen? Ja, ik heb wel veel... Relax jij. Ja, ik denk dat dat gewoon de boodschap is. Ik voel me heel verantwoordelijk voor alles wat ik doe. En ik denk, als ik op een gegeven moment even een fase heb waarbij ik niks hoef en niemand iets aan mij hoeft te vragen en ik bijvoorbeeld mijn mobiel weg kan gooien even, dat zou denk ik voor mij dat ultieme andere gevoel zijn. Nou hè, jongens. Jo. Lisbeth, Jara, dank jullie wel. Ik vond het een mooi gesprek. Dank je. En Jara, even wat puntjes om aan te werken. Het werken en het niet werken. Dat, ja. En een privé-sessie nog. Ja, interessant. En toch ook dat iemand dingen aanvoelt heel erg, vond ik wel bijzonder om te zien. En bijvoorbeeld dat zij zegt, je zit heel erg in je focus en daardoor kun je moeilijk ontspannen en dat is niet goed voor je en dat helpt je uiteindelijk ook niet verder. Dat iemand anders je dan een spiegel voorhoudt, is best wel confronterend. Ja. Ik zie nog wel een vervolgconsultje zitten, dus ik denk dat ik helemaal para ben geworden.